Het is natuurlijk echt een prachtige locatie, het is echt heel mooi. Breda nu. Je weet het meteen! De NATV gaat internationaal en gaat verder onder de nieuwe naam: Breda University of Applied Sciences. Naast deze nieuwe naam wordt er hard gewerkt aan het creëren van een echte campus. NATV heeft sinds 1 september een nieuwe naam: uh, Breda University of Applied Science. Kunt u ons iets vertellen over deze naamsverandering? Ja, Breda University of Applied Sciences is de naam van een internationale hogeschool, voormaals NHTW. En wij willen met deze nieuwe naam alles goede waar NHTW voor bekend staat meenemen. Namelijk dat wij een heel goede hogeschool zijn, met bijzonder goed onderwijs dat goed gewaardeerd wordt en een werkveld dat ons weet te vinden en onze studenten weten het werkveld te vinden. Maar wij werken steeds internationaler en daarom hadden wij een naam nodig die ook herkenbaar is in het buitenland. En dat was NHTV minder en Breda University of Applied Sciences wel. Wat vind je van de nieuwe doorstap die NHTV heeft gemaakt onder de naam Buas, Breda University of Applied Science? Ik denk wel dat het even wennen is, een nieuwe naam. Ik merk ook met veel contacten dat iedereen moet wennen aan een nieuwe naam. Maar ik denk wel, als we gaan kijken naar de internationalisering ervan, dat het wel voor internationale studenten en internationaal gewoon beter staat, een nieuwe naam. En u zegt ook over dat u wilt dat het werkveld uh, enerzijds Breda University kan vinden en ook de studenten de university kunnen vinden. Is dat ook de reden dat er nu een campus is uh, aan het gecreëerd worden en dat het klooster hier ook geopend is? Ja, de campus is een mogelijkheid allebei bij elkaar te brengen. Aan de ene kant kunnen studenten, docenten en onderzoekers van onze verschillende opleidingen elkaar hier beter vinden en sneller samenwerken in wat wij dan learning communities noemen. En tegelijkertijd hoort bij ons leren altijd het werkveld, de bedrijven, de sociale organisaties erbij. Ja, ik vind het natuurlijk echt een prachtige locatie. Het is echt heel mooi. Ik kom zelf ook van een hele mooie locatie af al, maar. Uh... Het fijne hier is gewoon dat we met alle studenten meer samen kunnen werken. Ik merk nu al dat iedereen van toerisme, maar ook van leisure en events, iedereen helpt elkaar met projecten. En ik denk dat dat wel heel veel opties biedt voor de toekomst, voor alle studenten. Breder, nu. Je weet het meteen!